In de wedstrijd tegen NAC maakte Rajiv van La Parra zijn basisdebuut bij SC Heerenveen. De jonge aanvaller, die als de vervanger van Oussama Assaidi in het veld stond, kijkt met een tevreden gevoel terug. Ja, ja, het was wel genieten natuurlijk. Eerste keer in de basis. Het was een mooi moment en ja, ik denk dat er nog een aantal dingen zijn waar ik aan kan werken. En, daarom vind ik dat ik zo'n wedstrijd natuurlijk goed. Het is ook alleen maar een leerproces waar ik in zit. En, ik vind het mooi dat ik dan in de basis mag staan en dat ik dan zeg maar, mezelf op bepaalde dingen nog kan verbeteren. Dus. Nou, wat zijn dat voor dingen, denk je? Ik denk dat ik soms toch nog de verkeerde keuzes maak. En ja, soms moet ik gewoon nog vaker gewoon voor de actie gaan en niet bang zijn dat ik de bal verlies. Was je bang vandaag? Nee, ik was niet bang. Ik begon wel een beetje onwennig. Dat was een beetje wennen, maar ik vond dat het daarna wel beter de goede kant op ging. Het is nou, wat ik zeg, de eerste wedstrijd in de basis. En, ja, ik hoop dat we meer mogen volgen. En als er meer wedstrijden zullen volgen, dan zal het ook beter gaan. Dus. Je krijgt een dag voor de wedstrijd krijg je te horen van de trainer. Oussama Assaidi is niet fit genoeg, je moet spelen. Wat zegt de trainer dan nog meer tegen jou? Hij zei gewoon dat ik gewoon lekker moest voetballen. En ik vind dat wel goed van de trainer. Dat hij niet te veel druk op je legt ook. En dat is alleen maar mooi dat hij dan dat soort dingen zegt. Dat ik gewoon actie moet maken en zo. Hoe was jouw samenwerking met Luciano Narsing? Ik zag jullie ook wel regelmatig van flank wisselen. Dan jij weer op links, dan weer op rechts. Ja, die opdracht hadden we wel meegekregen van de trainer. Dat we gewoon konden wisselen van kanten. En ja, als Luciano dan een corner van de rechterkant moet nemen, was het wel makkelijker voor hem dan om snel als rechtsbuiten te functioneren en dat ik dan op links ging. Ja, ik denk dat het wel goed ging, de wisselingen. Ik denk, je gaat nog scoren op na ja, 23 minuten. Ja, dat dacht ik zelf ook, maar het was toch een aardige redding van de keeper. Maar uiteindelijk gaat die bal er wel in. En, toch een assist, dacht ik. Ja, die bal ging uiteindelijk in, maar was weer teruggefloten voor buitenspel. En ik heb later te horen gekregen dat het geen buitenspel was. Hè. Dat is wel jammer. Hè. Zo'n basisdebuut smaakt altijd naar meer. Ja, wat kun je daarvan zeggen? Ja, zeker weten. Het smaakt zeker naar meer, maar ik blijf gewoon rustig. En ik ga de dingen die ik fout doe gewoon verbeteren. En dan zie ik wel weer of ik meer speelminuten krijg. Nou, je hebt echt prima gedebuteerd hoor. Oh ja, hartstikke bedankt.